belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. De Hoge Raad heeft vandaag in Nederland bepaald dat de veroordeling van oud-minister van Financiën George Jamaluddin blijft staan. In maart vorig jaar werd de ex-minister in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar celstraf. Dit met aftrek van voorarrest. Jamaluddin was het daar niet mee eens en vroeg de cassatierechter speciaal te kijken naar de in zijn ogen tegenstrijdige bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. Ook zou het onderzoek getuigen van een tunnelvisie. De Hoge Raad is het daar niet mee eens en de straf blijft staan. De organisatie Clean Air Everywhere heeft samen met 41 burgers van Curaçao de stap naar de rechter gemaakt. Ze willen een kort geding beginnen tegen de overheid van Curaçao. Daarmee willen ze voorkomen dat de nieuwe exploitant van de raffinaderij de vrije hand krijgt om ver boven de internationale milieunormen de raffinaderij opnieuw op te starten. Clean Air Everywhere is bang dat er te weinig controle is als er een nieuwe exploitant komt voor de raffinaderij en dat er daarmee niet gelet wordt op de internationale milieunormen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft besloten haar huidige monetaire beleidskoers te wijzigen. Dit doen ze door de beleningsrente met 1 procentpunt te verhogen tot 2%. Er is momenteel sprake van een solide deviezenpositie, maar met de verhoging van de beleningsrente neemt de Centrale Bank alvast een voorschot op een mogelijk verdere daling van de liquiditeit bij de commerciële banken en een verwachte daling van de deviezenreserves. Parlementariër Celdrio Sepa van coalitiepartij PNP stapt misschien naar de rechter. Hij laat op zijn Facebookpagina weten dat hij het niet eens is dat hij ondanks herhaaldelijk verzoek geen inzage krijgt in beslissingen die in de huishoudelijke commissie van het parlement zijn genomen. Volgens hem moeten die zaken open zijn voor alle parlementariërs. Nu hij er vaak naar gevraagd heeft, maar steeds geen antwoord krijgt, overweegt Osepa de stap te nemen naar de rechter om het parlement te dwingen inzage te geven. Na Qualectra, nosa tuma tempo pa servibu ora ku masta kuminibu. Yama no centro de cliente na telefon 0800-0135 di luna pa cebierne fo di setor de mente te ku setor de noci pa turno servicio nan af pa transita. Si bo ketra sita pa cia sabra, tambe por awor. Po por scohe pa trabo sita, riba aqualectra.com e provecia mesora pone bo documento na cerca pa bo bishita cerca nos bai mas facil. Sì, Aqualectra su centro di cliente vuole clapa sul vivo na e momento con ta cumini a bo. De regering van Aruba maakt zich zorgen over het aantal coronabesmettingen op het eiland. Ten opzichte van vorige maand is dat bijna verdubbeld. Er is nu sprake van 134 nieuwe besmettingen per dag op Aruba. De regering maakt zich zorgen, maar wijst er tegelijkertijd op dat het aantal mensen dat met COVID in het ziekenhuis terechtkomt nog relatief laag is. Er liggen 9 mensen met COVID in een ziekenhuisbed, 1 op de intensive care. Veel mensen kwamen vanochtend een kijkje nemen bij de Sint-Anna bij vanwege de binnenkomst van verschillende tollships. Die komen naar Curaçao vanwege Velas Latino America Curaçao 2022. Een grote bijeenkomst waar veel tollships aanwezig zullen zijn. Velas Latino duurt van 7 tot 12 juni en mensen wordt verzocht geen drones te gebruiken boven de schepen. Tussen 5 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geldt er een droneverbod. Curaçao heeft gisteravond een knappe zege geboekt op Honduras. Het werd 1-2. Afgelopen vrijdag verloor Curaçao nog van Honduras in het eigen stadion met 0-1. In Honduras was het gisteren 0-1 dankzij een doelpunt van voormalig FC Groningen speler Leandro Bacuna. In de slotfase verdubbelde Anthony van der Hurk de voorsprong. Honduras zelf kwam diep in de extra tijd nog terug en scoorde 1 doelpunt. Curaçao speelt aanstaande vrijdag in Canada tegen Canada. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.